Ja mensen, welkom bij deze nieuwe video hier op Farmaasadij. Ik ben eraan gewend dat ik mijn webcambeeld kan zien. Voor een of andere reden kan ik mijn webcambeeld op dit moment niet zien. Dus als ik niet altijd in de camera kijk ofzo, of de camera is niet goed ingesteld of er is een probleem met de camera, dan zien jullie dit waarschijnlijk gewoon zonder camerabeeld. In tegenstelling tot de Sonic video, heeft deze wel goed gamegeluid. En ben ik hier niet met Denzel. Dit is mijn video voor de week. Dus laten we beginnen. Ik dacht ik ga lekker een oudere klassieker spelen. Nou, zo oud is hij niet. Maar het is wel een klassieker. Ik dacht ik ga gewoon Plants vs. Zombies spelen. Op de computer natuurlijk. Want die op de game is fucking pay to win kutzooi. Let me see what we got. Deze kocht in de shop. Die zijn wel cool. 5000 muntjes per stuk. Maar ze zijn wel goed. Dus ik zat te denken we nemen een plantje. We gaan deze nodig hebben, sowieso. Schild. Normaal gebruik ik deze in plaats van een repeater, maar omdat dat niet kan, ga ik geen repeater gebruiken. Dus ik wil deze twee. En dan is het eigenlijk even kijken wat we nog meer gaan gebruiken. Deze is heel goed. En dan is het even een beetje kijken. Omdat ik nu eigenlijk alleen maar dure dingen heb. Neem ik ook nog een repeater gewoon voor het begin. Ik zou zeg wel deze of deze willen. Maar dan kom je zeg maar met het probleem dat als het 200 is voor een repeater. Dat je dan zeg maar aan het begin niet uitkomt. Maar ja, laten we beginnen. Voor degenen die dit nog nooit gespeeld hebben. What the fuck is er mis met jou? Hoe kun je dit nog nooit gespeeld hebben? Dit is letterlijk... Dit is mijn leven. Nee, maar voor de mensen die het nog nooit gespeeld hebben. Het is een videospelletje. Waarin je planten gebruikt. Om ondode wezens te vermoorden die je huis proberen binnen te dringen. Om je hersenpan open te kraken en je brein op te eten. Het klinkt als een 16 plus game die overal over de wereld verboden is. Maar nee, het is 7 plus en het is piool. Plezier. Ja, sorry dat deze video niet heel goed geëdit is. Maar Denzel hier is niet goed in editen. En hij heeft op het moment geen laptop, dus hij kan niet eens editen. Dus ik moet ook nog Denzel zijn video's editen. Dus het is niet allemaal geweldig. Want ik heb namelijk 4 video's van Denzel die ik moet editen voor de aankomende maand. En dat kan natuurlijk ook allemaal volgende week en zo. Maar ik heb er eentje die ik deze week moet editen. En deze moet ik natuurlijk deze week editen. En morgen ga ik met Arijn chillen. Misschien nemen we wat op, ik weet niet zeker. Het is altijd leuk. Als je Rijn niet kent, dan moet je naar de wat oudere Farmaas AD video's gaan. Het zijn geen goede video's, maar ik heb er een paar met Rijn. In ieder geval, dan kan ik waarschijnlijk niet opnemen en waarschijnlijk ook niet editen. Dus deze moet ik dan overmorgen editen en die van Den zullen dan de volgende dag of zo en direct uploaden. Weet je, dus het komt allemaal niet geweldig uit. En dat is dus waarom deze niet heel erg goed geëdit is. En tegen de tijd dat Denzel dus zeg maar wel kan editen en dat hij een laptop heeft en zo, gaan het ook betere video's worden natuurlijk. Maar dat is een beetje hoe ik het ga doen. Deze wil ik sowieso Twin Sunflower maken. Awesome. Ladies and gentlemen, we got him. Deze is geweldig. Ik bedoel, hij geeft dubbele zonnetjes. En hij geeft sneller zonnetjes dan de andere zonnebloemen, heb ik het gevoel. Misschien ligt dat aan mij, maar ik heb gewoon zo het gevoel, weet je. Dat heb je soms wel eens. Ik wil sowieso een Gatling gun zeggen, maar het is een P-shooter. Ik wil sowieso een Gatling P ergens neerzetten. Die heb ik namelijk nog niet kunnen gebruiken, dus dat lijkt me heel leuk om te doen. We gaan hier dus even een repeater neerzetten. En nogmaals, normaal gebruik ik 3 repeaters. Dat zijn eigenlijk deze. Alleen met één plant heb je 3 lanen en ze kosten 325. Dus als deze 200 kosten, dan ben je veel goedkoper uit. Maar omdat ik heel graag de Gatling P wil proberen, kan ik die niet gebruiken. Het is best jammer, maar weet je, it really gotta be sometimes. You gotta be like that sometimes. Die waterzombies vind ik denk ik het vervelendst. Sorry dat ik trouwens hier steeds zit te krabben, maar het is een beetje, weet je, muggenbulten en shit. Mijn hele leven lijkt uit muggenbulten te bestaan. Dat ding dat trouwens gewoon een Gatling gun in zijn bek geschoven. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, hij ziet er ziek uit, maar... Heeft hij? Of heeft hij niet... Een Gatling gun in zijn bek geschoten. Waarom? En hoe komt hij aan die helm?
Ik ben vergeten hoe zo'n helm heet. Maar ik weet wat voor helm het is. Hoe komt hij aan zo'n helm? Wie heeft hem dat gegeven? En wie heeft die ding op zijn oog? Wie heeft dat gedaan? En waarom? Dat zijn de echte vragen in dit videospelletje. Maar ik wil dit allemaal... allemaal dumbbell zonder bloemetjes maken. Ik ben niet zo heel goed in deze game. Dus misschien... misschien haal ik dit level niet de eerste keer. I don't know. Zullen we maar zien. Shit, maar er komt een huge wave. Ik ga sowieso zo'n jalapeno op die autootjes gebruiken. Want fuck die autootjes. Jesus. Ding owned fucking hard. Volgende plek waar een emmer zombie of wat dan ook komt. Een betere zombie in ieder geval. Ga ik hem sowieso neerzetten. Ik bedoel, hij is gewoon fucking overpowered. Weet je, het ding schiet als een motherfucker. Dat is ook een beetje de bedoeling ervan. Ja, hier dus. Geef maar een repeater. Oké, nu heb ik... Geef maar zonnetjes. Sorry als ik een beetje raar klink. Ik ben verkouden. En ik heb een kutstem. En allebei die dingen helpen niet echt. Ja. Later. Zeg de fuck maar dag. Oh shit, nee, wacht, geef hem een... Ik heb een nood nodig. Oh, ik heb geen nood nodig. Dan zet ik hier wel een nood neer. Die dingen zijn zo overpowered, weet je. Dat is denk ik mijn speaker. Of mijn koptelefoon. Ik weet niet, zijn allebei JBL, dus ze gebruiken allebei dezelfde soort geluidjes. Wat wou ik nog meer zeggen? Ja. Denzel upload verschillende soorten content. Dus als je niet heel erg van gaming video's houdt. Of je vindt gewoon dat ik een kutstem heb. En daar kan ik je geen ongelijk in geven. Dan kun je ook naar Denzel's video's kijken. Denzel zal... als je trouwens van Denzel Game Parks bent. Als je daarom nu op groot bent. Weet je, moet hij daar niet meer uploaden. Dan zul je misschien merken dat de video's die hij uploadt. Dat die van Denzel Game Parks komen. En je zou misschien denken dat we lui zijn. Of dat we er gewoon geen zin in hebben. Maar je moet je realiseren dat zelfs als je een seizoenspas hebt. Dat pretparken duur zijn om naartoe te gaan. En dat het lang duurt. Want ik bedoel, wat mensen zich niet helemaal realiseren is. Ja, het is maar wat. Anderhalf uur. Nou, het is trouwens wel echt 2 uur rijden naar Slagharen. Maar je moet ook voor benzine betalen. En Denzel is ook niet rijk. Dus ja, we gaan wat re-uploads posten. Ik weet dat het vervelend is, maar het kan niet anders. Er komen originele video's aan van hem. Het is gewoon heel even wachten, maar weet je... Ja, zo is het gewoon. Het is duur om naar pretparken te gaan. Het is duur omdat je ervoor moet betalen. Het is duur omdat je er naartoe moet rijden. Het kost tijd. Je moet er ook weer filmen. Het moet ook allemaal weer geëdit worden. Weet je. Het is gewoon moeilijk. Dus. Er zijn een paar reposts. Reuploads. Het is niet Reddit. Deal with it. Verder komt er wel originele content. En als je ze nog niet gezien hebt. Denzel's content is veel beter dan de mijne. Dus dat zou ik zeker checken als ik jou was. Op Denzel Game Parks. Nou, het heet niet meer Denzel Game Parks. Ik geloof dat het nu heet... Denzel Game Parks en Farmers Day gaan samen. Maar ik zet een linkje in de beschrijving. En ik zet een linkje als pinned comment. Dus die staat sowieso boven. En dan moet je maar even kijken. Want het is goede content. Er is niks mis maar. Tegenstelling tot mijn content. Gaat die fucking zombie nog dood? Dankjewel. Fuck. Dus ja. Maar in ieder geval, ik upload wel originele content. Dus, maar hoe we het dus gaan doen als je het nog niet gehoord had. We posten allebei een video eens in de week. En dan eens in de 2 weken posten we samen een video. Maar de week waarop we samen een video posten, daar posten we ook nog allebei onze eigen video op. Dus het is week 1, 2 video's. Week 2, 3 video's. Week 4, wat nee. Week 1, 2 video's. Week 2, 3 video's.
week 4 weer 2 video's, snap je en zo. Nee, week 3. Je snapt wat ik bedoel. Dus dat is een beetje hoe we het dan gaan doen. Oh, fuck, shell, fuck. En dit is dus waar je jalapeno's voor hebt. Het is eigenlijk een soort van grasmaaier. Maar het is geen grasmaaier. Jee. En er gaat een fucking huge wave aankomen. En ik heb hier geen eens fucking verdediging. Dus ik heb heel snel een fucking zonnetje nodig. Ja. Oké, repeater. Let's go. Nu heb ik heel snel even 250 nodig. Kan ik hem neerzetten. Maar dit is een beetje de soort video's die ik doe. Ik game en dan praat ik over ongerelateerde dingen. Ik weet dat er zeg maar mensen zijn. Die dan gamen. En er dan zeg maar commentaar over gaan doen. Zoals, oh shit. Ik werd bijna vermoord door die zombie. Maar zo van, ja, ik kijk de video ook. En dat soort content maak ik ook wel eens. Maar op dit moment heb ik meer gewoon het gevoel om dit te doen, weet je. Maar in ieder geval, nogmaals, als je dit geen leuke content vindt, Denzel post hele andere content op dit kanaal. Dus als ik jou was, zou ik voordat je denkt, hier ga ik dus nooit meer naartoe, en iets goeds gaat doen met je leven, zou ik heel even bij Denzel kijken. Je kunt op Denzel Game Parks kijken. Zoals ik al zei, linkje in de beschrijving en als pinned comment. Maar je kunt ook gewoon op dit kanaal kijken. Ik denk dat Denzel's video er eerst uitgaat, maar dat weet ik niet zeker. En ik heb ook al een video samen met Denzel gedaan. Dat is de Sonic Forces video. Het is niet zo'n hele goede video. Hij is laggy. Dat is vervelend. Het komt omdat ik mijn opname op hoogste prioriteit had gezet. Waardoor de game dus geen prioriteit had. Maar ja. Het is best wel een grappige video. En hij is gelukkig ook niet lang. Deze video gaat trouwens ook niet lang worden. Nadat ik klaar ben met deze missie. Is de video afgelopen. Simpel. As that. Ik moet zeggen, deze line is holding up, weet je. Prima line. Niks mis meer. Maar ja, als je dit ook wil spelen. Als je een goed persoon bent, dan koop je het op Steam. Als je een minder goed persoon bent, dan gebruik je het linkje in de beschrijving naar Crow Has It. Als ik trouwens heel even een tip mag geven over het jatten van games. Crow Has It. En No Steam zijn allebei veilige websites. Pirate Bay en heel veel van dat soort websites zijn niet veilig. Dus kijk ermee uit, weet je. Gewoon, kijk er gewoon mee uit. Weet je wat, misschien wordt deze video toch maar een kwartiertje of zo, want ik heb zin om één minigame te doen. Bowlen vind ik een leuke minigame. Maar dat wil ik dus echt even, ik kan het niet genoeg stressen. Crow Has It is 100% veilig. Nooit een virus van gehad. Andere websites zou ik als ik jou was niet vertrouwen. Zelfs als het er niet sketchy uitziet, kan het wel sketchy zijn. Je weet het maar nooit met dat soort dingen. En ik bedoel, weet je, je wil ook niet je computer verpesten en shit. Maar ja. Nogmaals. Sorry dat deze video niet heel goed geëdit is. Ik had er niet echt tijd voor. Maar ander onderwerp. De zomervakantie. Ja, de zomervakantie is bijna afgelopen. Tenminste, ik weet niet hoe het voor andere mensen zit. Ik heb zelf nog... Ik geloof een week hierna. Ja, ik heb zelf nog een week. Nou ja, het is nu woensdag. Dus eigenlijk anderhalve week. Ja, ik heb zelf dus nog anderhalve week. Ik weet niet hoe lang jullie nog hebben. Maar wat hebben jullie allemaal gedaan in de zomervakantie? Ik heb een hele leuke zomervakantie gehad. Ik ben met mijn moeder naar Parijs geweest. 10 dagen. In een goedkoop hotelletje. Aan Place de Clichy. Je weet je, heel veel met de metro geweest. Best wel veel toeristische dingen gedaan. Gewoon voor de plezier. Maar ook veel plekken geweest waar de Fransen zelf ook heen gaan. Want dat zijn toch de beste plekjes. En ik heb verder heel veel gechilled met Denzel. Met andere vrienden. En dat is het een beetje. Ik heb een fijne vakantie.
Maar wat hebben jullie allemaal gedaan? Je kunt het in de reacties zetten. Of je zet het niet in de reacties en dan zal ik het waarschijnlijk nooit weten. Gaan jullie wel eens op vakantie naar het buitenland? Ik vind het altijd wel heel leuk. Dat vind ik trouwens ook wel chill aan Nederland. Zeg maar, als je bijvoorbeeld in Amerika woont. Best wel veel mensen in Amerika, die gaan nooit naar het buitenland. Omdat Amerika zelf al zo groot is. Dus als je zeg maar midden in Amerika zit, dan is het best wel, dan is het vrij lastig om naar het buitenland te komen. Dat is duur, weet je. Dan moet je met het vliegtuig. Terwijl in Nederland, ja, pak je gewoon rustig de bus. Pak je rustig de trein naar Rotterdam Centraal. Stap je in de Thalys. 3 uurtjes wachten en je bent een hartje Parijs, weet je. Fucking draag. Maar ja, dat is dus wat ik gedaan heb. Wat hebben jullie gedaan? Zet in de reacties. Maar, ja, video's maken. Ja, ik weet niet echt meer waar ik over moet praten. Dat is ook waarom ik deze video liever kort had gehouden. Maar ik vind het zo leuk om te spelen. Shit, wat vroeg ik nou? Ja, ik heb echt niks om over te praten. Eerlijk, ik heb niks. I don't know, videogames of zo. Wat vinden jullie leuk om te spelen? Ja, wel, hier ga ik eens even iets zeggen wat geen enkele YouTuber ooit heeft gevraagd. Wat voor games willen jullie op het kanaal zien? Ja. Nee, maar serieus. Ik ben van plan om Call of Duty te spelen. Weet je, World War, Black Ops 3, campaign, maar ook multiplayer zombies. Weet je, dat soort dingen. Ik heb GTA 5, maar die heb ik niet op mijn computer staan. En ik geloof dat bijna niemand het heeft. Ik geloof dat bijna niemand GTA 5 heeft gekocht en niet op het computer heeft staan. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik vind het niet zo'n geweldige game. Als in de singleplayer vind ik heel leuk. De story mode. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat de multiplayer een klein beetje overrated is. Ik vind het saai. Ik weet niet, als ik de game opstart, dan is het meestal gewoon om een beetje rond te kloten met een helikopter en zo. En als ik heel eerlijk moet zijn, vind ik GTA 4 beter gedaan. Ja, natuurlijk zijn de graphics van GTA 5 beter, omdat het een veel nieuwere game is. Maar de engine van GTA 4 vind ik gewoon beter. Ik bedoel, hoe het voelt met die auto's die rijden. Ja, die van GTA 5 is een stuk fijner, maar die van GTA 4 is een stuk beter. Want in GTA 5 is het lekkerder rijden, maar in GTA 4 is het realistischer rijden. Dus dat vind ik wel... vind ik een hele leuke game, die ga ik misschien wel spelen. GTA San Andreas, daar heb ik al wat video's over gedaan. Die werden niet heel goed ontvangen, maar ik vind het leuk om te spelen. En verder, weet je, nou ja, gewoon dit soort dingen. Ik speel ook South Park The Fractured Butthole. South Park The Stick of Truth ga ik niet doen. Want ik heb hem namelijk al uitgespeeld. En het is niet het soort game wat je nog wil spelen nadat je het hebt uitgespeeld. Ik doe verder niet echt reviews of unboxings. Maar misschien doe ik wel een keer een Lego review. Ik doe ook Lego Stop Motions, weet je. Die zijn veel werk, dus daar komen er niet heel veel van. Beetje shit. Ja, ik wou dat ik net zoals Michael Hycox en Alexander Studios en zo een fucking Lego video per week kon uploaden. Maar het is fucking veel werk, weet je. Ik weet echt niet hoe die gast het doet met die hoge kwaliteit. Die gast is honderden fucking foto's. En waarschijnlijk wel duizenden voor sommige video's per video erin aan het steken. En die motherfucker doet het gewoon eentje per week. Het is helemaal gestoord. Maar ja, nee, ik weet niet. Maar er komen wel wat stopmotions. Er staan er al een paar op mijn kanaal, maar dat zijn geen goede stopmotions. Ja. Het is moeilijk om goede stopmotions te maken, jongens. Maar in ieder geval. Ja. Videospelletjes. Alright, laatste wave zombies. Ja. Ik weet eerlijk gezegd nog steeds niet helemaal waar ik over moet praten. Maar ik ga mijn video's trouwens niet heel lang maken. Dat is ook nog iets wat ik wou zeggen. Video's op Farmers Day waren vrij lang. Ik geloof dat een van mijn Minecraft Survival afleveringen een uur was of zo. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, het is leuk om te doen, weet je. Het is leuk om een uur lang op te nemen, maar... Mijn gemiddelde kijktijd is geloof ik 6 minuten. Dus ik weet niet, dat is gewoon, dat werkt niet heel goed. Dus het lijkt mij toch maar het handigst om 10 minuten en een kwartiertje te gaan doen. Zodat je zeg maar niet dit soort dingen krijgt. Ik heb namelijk net zeg maar een heel stuk gespeeld.
Waarbij ik gewoon zat te spelen en niks zei. Omdat ik dat er dan dus zeg maar uitknip in de video. Omdat ik niks te zeggen heb, weet je. En dat zijn dan de soort dingen die je krijgt. Als je een beetje rond gaat kloten. Maar ja, in ieder geval. Video's. Als je video's wil. Dit is waar je moet zijn. Videospelletjes. Yay. Zuur. Alright, maar met die explosie is de video geëindigd. Leuk dat jullie keken naar deze video. Als je de video leuk vond, dan kun je een duimpje omhoog doen. Als je hem niet leuk vond, kun je een duimpje omlaag doen. Het interesseert me eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Als je de video zo leuk vond dat je dacht dat je hier wel meer van je levenstijd aan wil verzieken, dan kun je abonneren. Ik zou het niet doen als ik jou was, maar het kan wel, weet je. Het is legaal. Voor nu. Ja, ik zou op zich wel iets kunnen zeggen over... dat je video moet delen en zo, maar ik bedoel, eerlijk, wie doet dat? Ik zie nooit mensen dat soort video's delen. Maar ja, als je de video heel erg leuk vond, weet ik veel, zeg het tegen je kat of zo. Doei.